Ik ben Sandra Wijnhout. En in 2010 ben ik afgestudeerd aan het conservatorium in Holland voor musicalactrice en zangpedagoog en docenten. En ik leef al mijn hele leven maar voor één droom en dat is musical. De hoogtepunt van mijn studie, dat was voor mij in het eerste jaar de lessen die we met z'n allen deden. De hele opleiding bij elkaar. Zodat ik niet alleen van de docenten kon leren, maar ook van mijn medestudenten. En dat was voor mij echt een eye-opener. Mijn levensmotto is, lach naar een ander en de wereld lacht naar jou. In het tweede jaar, toen kwam een hoofdvakdocent naar mij toe en die zei, joh Sam, eigenlijk ben je wel klaar om het vak in te gaan. Dus ga maar. Ga maar auditeren en ga het maar proberen. En dat heb ik toen gedaan en toen werd ik aangenomen voor High School Musical van Joop van den Ende. Wat voor mij heel sprekend is aan deze opleiding, is dat de docenten er echt voor me waren. Toen ik ook daadwerkelijk was aangenomen, heeft de school alles gedaan dat ik de ruimte had om inderdaad te kunnen gaan werken. Ik weet wat ik wil, ik weet waar ik naartoe wil en daar werk ik echt al mijn hele leven. Aan. Was ik zo nijdig? Nou ja, ik moest wel. Hij was brutaal. Het derde jaar heb ik voornamelijk getoerd met High School Musical. En heb ik de rol van Marta Cox op mij genomen. Het hoogtepunt van het vierde jaar was dat ik eindelijk mijn diploma kreeg. Maar daarnaast heb ik ook nog mijn eigen show gemaakt. Dat was Datingsvirus en dat is met teksten van mij en dan met nummers uit de musicalwereld. En vanaf mei 2011 ga ik spelen in Jap Jum van Stardust Entertainment. De sterke kanten van Sandra zijn haar danskant. Ze is een sterke danseres. Ze is een prachtige zangeres. Ze heeft een hele mooie stem. Ze heeft een groot volume. Ze kan ook met dat volume nuanceren. En ze heeft humor. En humor is heel belangrijk in het vak. Ze is een van de beste die ik ken. Het wordt een grote carrière, denk ik. Tuurlijk moet ze nog veel leren. Maar het is zo'n ontwikkeling, rijpe persoon en bereid voor alles te ontwikkelen. Op het podium verander ik. Dan ben ik echt iemand anders. Ik denk dat ik daarom vroeger ook echt ben begonnen. Want ik was vroeger heel verlegen. Maar zodra ik dan mijn eigen stukje deed of aan het dansen of aan het zingen was, dan voelde ik me echt mezelf.